ben Sabine en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sabine's Cravings. Dit is alweer de laatste vlog voor een Franse wekenvlog. Voor de Franse wekenvloggen. Vlogs. En dit is dus, de final. En wat kan je nou beter doen voor het laatste recept als een heerlijk borrelrecept voor dit weekend? Ik ga vandaag camembert fondue maken met kruiden bruschetta's. En ik ga dit doen omdat ik zelf super erg van Franse kaasjes houd, maar dat weten jullie misschien al wel. En ik eet het ook echt heel erg vaak. En mijn vriend die houdt heel erg van kaasfondue, maar ik heb met kaasfondue altijd na 3 happen zoiets van, dit is eigenlijk wel genoeg geweest. Maar met zo'n kaasje, met camembert bijvoorbeeld, of met brie, of met een andere Franse kaas, daar kan ik echt geen genoeg van krijgen. Dus we beginnen met het uitpakken van de camembert. Ik heb mijn oven op 200 graden gezet. En het is eigenlijk echt super simpel. We gaan eerst de camembert uitpakken, insnijden en op onze bakplaat leggen. En het gaat allemaal tegelijk de oven in. Dus je kan het ook allemaal tegelijk weer eten. De onderkant van het bakje, die bewaar ik. Want daar ga ik die camembert opleggen of inleggen. En daarin ga ik hem dus ook serveren straks. Dus die ga ik insnijden. Niet te ver. Je mag de onderkant van de kaas niet raken. Met een mes in een ruitje. Dit doe ik omdat die stukjes, die komen straks los. En die kan je echt best wel erbij eten. Gewoon. Je hoeft niet de hele bovenkant van je camembert eraf te snijden. En hierin ga ik wat takjes rozemarijn steken. Zo. Die haal ik er na het proces in de oven, haal ik die er weer uit. Want die geven gewoon smaak af. Die hoef je niet helemaal op te eten. Het ziet er ook wel leuk uit als je dat zo serveert. Maar ik zal ze er wel uithalen, want zo'n hele pluk rozemarijn in je mond is ook niks. Dan een beetje honing eroverheen. En die kan dus al zo meteen zo in de oven. Maar ik ga nu eerst de bruschetta's nog maken. En ik heb gewoon een ongebakken stokbrood. Dat heb ik in sneetjes gesneden. Dus die leg ik alvast op mijn bakplaat. En daarvoor ga ik even een kruidenolietje maken. Dus ik heb hier een bakje. En dan heb ik hier wat verse kruiden. Zo. Beetje peterselie, beetje bieslook. Die ga ik even heel fijn snijden. Vouw ik heel even op, gaat het wat sneller. En dit kan je in principe ook echt met alle kruiden doen. En je kan ook zo'n bakje kopen in de supermarkt met gemengde Italiaanse verse kruiden. Is ook prima. Of wat je maar net over hebt, in huis hebt, of misschien in je moestuintje hebt staan. Zo. Harde takjes snij ik eraf. En ik ben wel heel erg benieuwd wat jouw favoriete borrelgerecht nou is. Dus zet het hieronder. Misschien deel je deze liefde voor Franse kaasjes wel met mij. Ik ben ook altijd op zoek naar nieuwe gerechten met Franse kaas. Waar ik het in kan verwerken. Doe een klein beetje rozemarijn erbij voor de smaak. Niet te veel, want het kan best wel overheersend zijn. Het is ook een vrij harde kruiden. Zo. Ik heb hier een knoflookteentje, heb ik even fijn gesneden. Die doe ik er ook bij. Klein beetje peper en zout. En natuurlijk olijfolie. Als je dit met roomboter doet, maak je er eigenlijk een kruidenboter van. Maar ik maak nu dus een kruidenolie. Zo. Hij is bijna op. Pak ik een lepeltje erbij. En dan roer ik dit even zo door elkaar. Super lekkere kruidenolie. Dit vult die smaken van die zoete camembert straks helemaal aan. Dus dan kan je er lekker mee dippen. Nou, dit verdeel ik over de broodjes. Zo. Mag best een beetje rommelig.
En dit is dus een ongebakken stokbrood. Gewoon in reepjes, in sneetjes gesneden. Zo, dus dat verdeel je er allemaal overheen. En dan gaat dit ongeveer 15 à 20 minuutjes in de oven. En dan zal ik nu het eindresultaat er even bij halen. Kunnen jullie zien hoe lekker het is? Zo. De bruschetta zijn lekker knapperig geworden. En die camembert is helemaal zacht geworden. Dus ik ga er even met een broodje in dopen. Nog best wel warm, maar... Kijk eens. Oeh. Dat is lekker. Rozemarijn haal ik er even uit. En dan gaan we er echt heerlijk van smullen. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Deel het filmpje, like het filmpje als je het leuk vond. Volg ons ook op YouTube en op Instagram. En we zien jullie maandag weer. Fijn weekend.